Zo, we zijn inmiddels bij tekst 10. Uh, nog vier teksten. Dan hebben we het hele examen uh, gedaan. Ik denk dat jij ook echt een applaus verdient. Als je nog steeds hier bent. Dat betekent dat je al die teksten uh, bij langs bent gegaan met mij. Dus uh, geweldig goed werk van je dat je er nog bent. Hopelijk heb je er gedaan. En hopelijk haal je je examen ook. Dat is het belangrijkste van dit allemaal. Daarom doe ik het ook. Goed, we zijn bij tekst 10 aangekomen. En we gaan weer hetzelfde doen. Uh, plaatje. Hebben we mevrouw. We hebben. Uh, Hot talk show. Oké. Okay. Um, ja, wat zou dat betekenen? Hot. Misschien knap, aantrekkelijk. Of heet. Misschien is het een warme omgeving. Um, een mevrouw. Oké, okay, prima. Nou, ik zou zeggen. Um, je hebt de tekst al gelezen natuurlijk, dus je weet waar het over gaat. Um, we gaan beginnen met vraag 34. En dat vraag is: What becomes clear from paragraph 1 about Charlie Theron's. Appearance in Hot Ones. Oké. Okay. de so Hot Zit ook in de titel van de show. Nou, dan gaan we kijken. Ik, ik weet niet of dit die persoon is trouwens in dat plaatje. Dat ik ken het verder niet. Dus als het wel zo is, laat me even weten in de comments of dit plaatje ook echt daadwerkelijk deze mevrouw is. Die Charlie's. Charlie's. So, Charlie's Theron's appearance in on Hot Ones wasn't her typical talk show guest spot. I hate my tongue right now. If I could pull it out, I would. The Oscar-winning actress said near the end, her eyes watering after she yelled obscenities at a bottle of spicy salsa. Ok, het gaat dus over heet van de salsa. Dat verklaart de heetheid. Het is dus niet knap of een warme locatie. Um, nou, she demonstrated how skilled an actress she is. Antwoord A. She refuses to talk at the end of the interview. Antwoord B. She used foul language while being when being interviewed. Interviewed. And she was angry for being treated disrespectfully. Ja, dat uh, wordt allemaal best wel niet genoemd, zou ik zeggen. Afgezien van C. Want er wordt niks over haar acteerwerk gezegd, dus dat kunnen we wegstrepen. Um, er wordt ook niet gezegd dat ze weigerde te praten. Er wordt wel genoemd dat ze aan het schelden was. Obscenities, dat zijn scheldwoorden. Ehm. Um, And she was angry for being treated disrespectfully. Ja, dat wordt absoluut niet genoemd. Dus antwoord C is hier overduidelijk het juiste antwoord. Goed zo, Cito. Bedankt voor het maken van dit een zeer simpele vraag. Gaan we naar vraag 35. Guest on Hot Ones. Regularly freak out. In welke link heb op een tekst om een voorbeeld te geven van dit soort extreem gedrag van een gast? Oké. Okay. Nou, dat betekent dat we dus de hele tekst moeten lezen. Dus dat gaan we even doen. Uh, we kunnen weer Elsa doen, maar omdat het best een simpele, uh, best een korte tekst is, hoeft dat eigenlijk niet. Dus we kunnen hem even lezen. Eerst even naar paragraaf 2. Guests on Hot Ones, een online series with a format breaking from traditional TV. Regularly freak out and give candid interviews to audiences in the millions. On the program, which hosts a new episode. Online every Thursday morning, host Sean Evans asks celebrities about their careers while together they eat 10 progressively spicier chicken wings. Episodes run for around 22 minutes. The set is Spartan. Two chairs and a small black table that can travel to wherever the celebrity is. Dus het gaat waarschijnlijk om het freak out. Dat moeten we opzoeken in de tekst. Um, condiments like Da Bomb Beyond Insanity and blair's mega death appear to have psychological impacts on guests sniffles and tears burst loose they try to douse the fire with milk yogurt or rice their answers get more raw as the scoville rating a measure of hot pepper hotness rises to face melting levels. it's a talk show with its own story arc hot peppers can cause the brain to release endorphins and dopamine. Adding mild euphoria to the emotional distortion. Hotness is the disruptive element. It's designed to knock our celebrity guests off their PR driven pattern, says Mr. Evans 31, who considers himself a guide leading guests on a voyage of discovery. I'm going up to the mountain with you, so it's a bonding experience. By Wing 6, we're best friends. Even with 2.9 million YouTube views, the Charlie's Theron episode isn't among the show's most wildly seen. It lags behind instalments featuring astrophysicist Neil deGrasse Tyson, 7 million, rapper Post Malone, 11 million, actor James Franco and Brian Cranton, almost six million, and all-time leader Kevin Hart, 13 million, when which the comedian weeps deliriously. Plenty of YouTube sensations have amassed surprising numbers and passionate fans. Fewer have been able to cross over to attract mainstream guests and audiences the online media company that produces it won't say if hot ones is profitable its production project is slow its marketing is done via social media and the company counts on a mix of revenue streams not every guest eats all 10 wings comedian jim gaffigan famous for loving junk food surprised viewers by tapping out early we've had people who after the first one said That's kind of hot, and you can't picture them finishing. Mr. Evans says, but then they'll just suck it up and power through. I think it says everything about the human spirit. Oké, okay, een heel lang artikel over van alles en nog wat en, en, en hot wings. En ik krijg eigenlijk wel zo'n zin in chicken wings op dit moment hierdoor. Um, niet tijdens je examen hopelijk. De vraag is in welke Alinea verderop in de tekst wordt een voorbeeld van dit soort extreem gedrag van een gast genoemd. Dus met andere woorden, in welke paragraaf gaan ze they freak out, als het ware. Nou, dat kunnen we heel simpel vinden. Dat is simpelweg paragraaf 5. Want we hebben gelezen over Kevin Hart, in which the comedian weeps deliriously. En deliriously betekent heel erg extreem. Haast als een gek. Hè? Delirious betekent gek. Dus um, heel extreem, heel overdreven, extravagant. Um, dus ik denk dat daarom paragraaf 5 bij vraag 35 het juiste antwoord is. Dus je kunt 5 noteren. Je kan ook voor de volledigheid zeggen Alinea 5. Oké, okay, dan gaan we nu naar de vraag uh, 36. En ik weet nog toen ik dit examen na aan het kijken was... dat ik vind dat CITO hier... te weinig opties geeft in het antwoordmodel. De vraag is namelijk... leg uit in het Nederlands wat met deze zin bedoeld wordt. En het gaat over deze zin... Um, the hotness is the disruptive element. It's designed to knock our celebrity guests off their PR-driven flight pattern. Dat betekent dus: Flight pattern komt natuurlijk uit aviation en betekent dat mensen een, bepaalde, een bepaald dingetje doen wat ze geleerd hebben, iets wat ze hebben ingestudeerd. En ze gebruiken die uh, chicken wings om die mensen daarvan af te halen, dus ervoor te zorgen dat die mensen niet doen wat ze ingestudeerd hebben. En dat is eigenlijk wat ze willen horen. Um, ik ga het antwoord voorlezen uit het antwoordmodel. Daarvoor ga ik even naar mijn andere scherm kijken. En dan is het aan jullie om zelf te in te vullen hoe je dit moet beantwoorden. Het antwoordmodel zegt: Een antwoord met de volgende strekking: Uitlokken dat ze, de beroemdheden, het PR-praatje vergeten, niet meer doen of. Om ervoor te zorgen dat ze onverwachte dingen doen. Andere, antwoord geven dan ingestuurd. Uh, andere antwoorden geven dan ingestudeerd of normaal. Om ze uit te lokken dat ze dingen zeggen die ze eigenlijk niet wilden zeggen. Of deelnemers uit hun tent te lokken. Dus je hoort al aan het antwoord van Cito dat het best breed te antwoorden is. Eigenlijk, zodra je zegt: dat weet ik nog wel dat uh, mijn collega's en ook de tweede corrector en ik. Op een gegeven moment zeiden we van: Nou, weet je, we kunnen gewoon alles goed, wat aangeeft dat ze iets doen wat ze eerst niet deden. Of uh, dat ze iets doen wat ze normaal gesproken niet doen. Niet wat ze eerst niet deden, maar wat ze normaal gesproken niet doen. Uh, dus een antwoord wat zegt: Ze bedoelen hiermee dat ze willen dat de gasten dingen doen die ze niet ingestuurd hebben, ingestudeerd hebben, of die hun agent niet wil, of die hun een um, PR-manager niet willen, zeg maar. Dus ze moeten ja, natuurlijk en, en onverwachts... en impulsief haast antwoorden op de vraag. Nou, alles wat daarop lijkt, um, zou ik hier goedkeuren. Het is een moeilijke vraag, omdat het best wel breed te beantwoorden is. En als CITO niet specifieker was geweest... Um, of, of nou ja, wat meer opties had toegeven, ja, dat maakt het wat lastig. In ieder geval, we kunnen nu naar vraag 37... Um, ik zou je zeker aanraden om even het antwoordmodel te downloaden. En even te kijken naar vraag 36. Dat is echt, echt heel handig om even te doen. Ik zet het er even bij voor zij die dit later terugkijken. Uh, lees antwoordmodel. Dan is het nu tijd voor vraag nummer 37. En um, dat is: Which of the following fits the gap in paragraph 6? Nou, weer zo'n uh, mooie gap-ding. We gaan hetzelfde doen, de voor, de na. En kijken wat het beste past. The online media company that produces it, that's just the won't say if Hot Ones is profitable, so of it winst maakt. Blah blah blah. Its production budget is low, its marketing is done via social media, and the company counts on a mix of revenue streams. Now we because, linking words, linking words, linking words, because but provided and so. Um, because and so can so niet. Want er worden geen redenen gegeven. En dat weten we omdat er al gezegd wordt dat die mensen het zelf niet willen zeggen. Dus er worden geen redenen gegeven. Er worden, zeg maar, assumptions gemaakt. De mensen gaan zelf raden van, nou, wat, wat, wat is hier aan de hand? Is het goedkoop, ja of nee? Dat tekent dat het is of but, of provided. Nou, het beste wat hier past, is but. Want... Deze mensen gaan dus een assumption maken op basis van het feit dat ze uh, hun, een lager productiebudget hebben, um, dat ze marketing doen via social media en dat zij um, geld krijgen van een mix of revenue streams, uh, namelijk YouTube-commercials enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een beetje zoals wat ik ook wil. Um, dat betekent dus dat but hier de beste optie is. Want ze geven, ze maken, ze zeggen, van, nou, ze zeggen niet wat het is, maar we maken zelf even een aantal uh, conclusies op basis van wat we weten over deze serie. Vandaar dat but hier de beste optie is. Gaan we naar vraag 38. Which of the following subtitles matches the content of this article? We moeten dus één optie aangeven en which of the following is best. Uh, Leuke vraag. Leuke vraag. Zito. Nou, a, ah, Because variety is the spice of life. Dan gaan we even terug naar de titel. De titel was a Hot Talk Show. Nou, ik weet niet. Ik weet niet. Wat, wat, het zegt niks over variety. Het gaat niet echt over verschillende dingen. Dus dat zou ik niet zeggen. Spread your wings and fly away. Grappig. Leuk. Wings. Van de Chicken Wings. Maar dat heeft echt weer niks over de spice. Dus ook niet relevant. When sauce becomes a truth serum. Dat is leuk, want dat gebeurt er ook, hè? Dat is wat ze zeggen. De, de mensen gaan eerlijker antwoord geven... omdat ze die hete saus heten. When nobody dares to chicken out. Dat is niet waar. Het gaat niet over dare, het is niet alsof ze durven. Het gebeurt, er zijn mensen die, die chicken out... dus dit is hem ook niet. And why we want to sit in the hot spot. Leuk, het woord hot... Hotspot heeft niks te maken met um, dit, al zou je kunnen zeggen dat als je die saus eet, zit je in de, als je die chicken wings eet, dan zit je in de hotspot. Kan, 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 kan. Ik denk dat antwoord C het beste antwoord is. Het past het allerbeste, want het gaat over het feit dat die mensen eerlijk antwoord geven. Um, ik had zelf, als ik auteur zou zijn, zou ik zeggen: niet when sauce becomes, maar where sauce, be sauce becomes a truth serum. Dat is grappiger. He, want in die talkshow gebeurt dat ook. Maar goed, dat is, is mijn keuze. Um, en daar hebben ze hier niet voor gekozen. Maar antwoord C is hier het juiste antwoord. Want dat is de essentie van het verhaal. Dat maakt het waarschijnlijk ook zo leuk om naar te kijken. Laat me weten in de comments of je dit wel eens hebt gezien. Want ik ben wel benieuwd. Ik heb het nog nooit gezien. Maar ik ga het nu zeker wel een keer kijken, denk ik. Nou, met, met deze uh, leuke vraag komen we bij tekst 11. En is dus tekst 10 ook klaar. Vond je dit handig? Vergeet vooral niet om even te subscriben en te liken. En dan gaan we verder naar de volgende tekst.